Welcome to the day of the mole. Yeah, thank you. You have earned a freestyle for episode one. Heb jij een vrijstelling? Heb jij een vrijstelling? Ik heb geen vrijstelling. We moesten dus met elkaar gaan speeddaten. We kregen 3 minuten en in die 3 minuten mocht je alle vragen stellen. Over natuurlijk die vrijstelling. Heb je hem wel of heb je hem niet? Babs, Jeroen, Kees, Rian, Rosario, Tooske. Ik zou graag 6 vrijstellingen willen hebben. Verwarring alom. Iedereen is verward en gaar en overprikkeld van alle theorieën. En je kan dus niemand vertrouwen. Babs. This torpedo is for you. Guard it well. You will need it in the future. De reis door Mexico is turbulent begonnen met voor de kandidaten meer vragen dan antwoorden. Wie van de groep durfde tijdens de viering van de Dia del Topo ongezien zo dicht in de buurt van de kandidaten te komen? Wat was de tactiek van de mol tijdens de speeddate? En wat ging er mis met de Frida Kahlo-opdracht? Vragen die pas over 8 weken beantwoord worden. Wat eerder duidelijk wordt, is de toekomst van Babs. Ze kreeg een rood scherm en daarna een topito. Wat betekent die? Intussen heeft de groep €6500 voor de pot verdiend. En zijn ze toe aan hun eerste echte gemeenschappelijke groepsopdracht. Die brengt ze in Olympische sfeer. Wij reden een flink stuk en toen zagen wij een enorm stadion opdoemen, het Olympisch Stadion. Dat herkenden we natuurlijk van de opdracht van die avond ervoor bij dat grote feest. Point to a card. Het stadion dat was namelijk door een aantal mensen getrokken als kaart. Kandidaten, het is tijd voor de Molympische Spelen. Zelf bedacht. Je zou kunnen zeggen dat elk seizoen van Wie is de Mol een soort Molympische Spelen is, waarbij de sterkste uiteindelijk overwint. Maar dit keer kunnen jullie allemaal winnen. Elk rondje dat jullie estafette lopen, daarmee verdienen jullie aanwijzingen, waarmee jullie de bordenlopers op de tribune kunnen vertellen waar zij hun borden moeten plaatsen. Zo wordt langzaam een bedrag zichtbaar. Hoe meer rondes jullie lopen, hoe hoger dat bedrag wordt. Dat jullie kunnen winnen en innen. Dat innen, dat doen jullie op het moment dat jullie zelf besluiten dat het voldoende is. Door binnen de tijd met een fakkel de Olympische vlam te ontsteken. Oh, vet. Heel cool. Jullie mogen zelf bepalen wie straks de 3
bordenlopers zijn en wie de 6 renners. Jullie hebben in totaal 45 minuten om een zo hoog mogelijk bedrag bij elkaar te rennen. En het bedrag dat jullie willen innen moet correct en leesbaar zijn. Heel veel succes. Dankjewel. Dankjewel. Okay. Zijn die nou right. Bordenlopen of bordenlopen? Nee, borden. Oh, borden. Ja, borden. Ja. En dan moet je dan cijfers van maken. Dat dit wordt dan dit is voor de mensen die kunnen rennen. Ik kan wel rennen. Okay. Ik wil ook wel rennen. Ik ben wel gelukkiger als ik iets kan doen met gewoon dingen een beetje oppakken en op een goede plek zetten. Ik heb het aan mijn voet. Jip heeft een beetje last van de buik. Dus we dachten, die moet ook niet hardlopen. Want dan gaat het niet helemaal goed. Hoeveel renners hebben we dan? We hebben er 6 nodig. 2, 3, 4. Maar 1, nee, ik ga niet rennen. Okay, het is 100 meter, ik kan niet rennen, maar ik wil best rennen. Ik ga boven. Ik wil eigenlijk ook wel boven als mag. Oké. Okay. Iedere deelnemer die moest 100 meter rennen met een envelop. Degene die als laatste de envelop dus over de finish kon brengen, moest naar de commentator brengen. Die kon hem dan gaan voorlezen. Fons gaat als een speer! Hup, Fons! Hup, Fons! Dus het was een soort estafettenloop. Lekker, ja! Geef mij een heel overzichtelijk taakje, namelijk heel dom van A naar B rennen, dan doe ik dat. En wij hebben allemaal wel een beetje last van de hoogte. Vlekken voor je ogen. Dan denken jullie misschien, 100 meter is een piece of cake. Doe het maar eens hier. Het is vrij pittig. Lekker zo! Ze moeten veel rennen voor ons om dingen te krijgen, dus we hebben echt tijd. Top. Maar ik denk dat we meerdere dingen tegelijk door gaan krijgen. Ja. Kijk, we gaan! En we gaan naar Tooske! Ja. Jeroen ging rennen als een kanon. Fons ook. Sor, die ook zegt dat hij nooit sport, ook. Dus want in no time hadden we dat eerste rondje binnen. We hebben de eerste kaart binnen! De eerste envelop is er! Oké, jongens, ik ga jullie inlichten. Komt-ie! Liggend aan de luik! Hallo? Hij doet het niet. Hallo? Geel maar! Oké, liggend A2A8. Liggend A2A8. A12. Allemaal liggend, Anna! Liggend! Ja, A2, A8, A12 liggend. Met ieder rondje konden wij een envelop verdienen. En in die envelop stonden codes die weer correspondeerden met bepaalde stoelen op de tribune. A2, A8, A12. A12! Ja. Zodat ze op de tribune wisten, op die stoel moeten wij een bord neerzetten. Ja, door! Oké, F8. 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 Liggend staan! Liggend! We gaan wel gewoon mee, guys. 1, 2, 3, 4. Met de borden die zij daar neerzetten, zou uiteindelijk een getal gevormd worden. 2 enveloppen corresponderen met 1 getal. En dat getal is dan weer een bedrag dat wij ermee hebben verdiend. En we zijn bijna bij de tweede envelop. Oké. We komen bij de tweede envelop. Oké. Oké, dus alle staande nu. Ook liggend L2. Ja. Gaat het goed, weer rijden? Ja. L2, L8, L12. Oké, okay, maar je moet, ik weet niet, oké. Okay. Je moet de volgende voorlezen, toch? Ja, hier. Waar zit hij? Ik weet het niet, erin. L2. Jongens, maar we moeten de borden die we niet gebruiken eigenlijk weghalen, want anders weten we dat natuurlijk niet zo. Ja, alle staande borden weg. Toen gingen we wel dingen neerzetten, maar toen stond er nog mol. En dat was natuurlijk dom, want dan wisten we helemaal niet meer wat er wel of niet neergezet werd. Dus dat hebben we toen aan de kant gedaan. Oké, dat doe ik als jullie de rest doen. Oké. C1. Wacht. Staan C1. C3. Wacht. C5. Hoorde jij wat hij zei? Nee. C3, C5, C... Sorry, C1, C3, C5, C9. 1, 2, 3, 4... Hou je hand omhoog als je het nodig hebt. C11, C13. Lig of staan, Kees. Staan, alles staan. Jezus. Welke? Er stond een envelop met getallen staand en getallen liggend. C11, C13 staan. Net zoals een O uit 2 verticale streepjes bestaat en 2 horizontale streepjes. Leek mij best wel logisch. Dus dit haal ik allemaal weg. Dus ja, maar die hadden we tot waren toch andere been. Of niet, dat is toch 11? Nee, nee. C11, C13, heb je dat? Kees, alsjeblieft zeg het staan of liggen. Alles staan. H1, H3,
H5, H7, staan. Ah. H1, H, Hendrik 1, 3, 5 en 7, staan. 3, 5 en 6. Sorry, maar die microfoon werkt ook niet. A5, A7, staan. Nee, de H. Het blijft niet staan, dus zet hem hier. Zo. Kees begint te gillen, hier heb ik een nummer. Die moesten dan weer staand. Ik denk, goed, staand, we zetten het neer, het staat. Maar wij zien niks, wij zien geen overzicht. We hebben geen idee wat er gebeurt. Groetjes! Liggend, Leo 2. Ja. Nog één. Liggend, L8. Ik was alleen maar, als een kip zonder kop, rondjes aan het rennen. Op een gegeven moment dacht ik, waarom komt er niet ondertussen gewoon een getal op die borden? Chaos! I know. Die hadden helemaal niet na 2 briefjes voorlezen geconcludeerd, daar staat nu een bedrag, stoppen, we gaan door naar het nieuwe bedrag. Liggend. Liggend. A2. Hebben we al. Die heb je al. Ja, ja, door. Vast. Ja. Oh. Ik gaf dus mijn taak over aan Kees, die gaf het weer over aan Fons. En ik dacht, dat met die enveloppen, dat lost zichzelf op. We doen gewoon eerst die eerste 2 enveloppen, dan staat er een getal. Dan doen we 2 nieuwe enveloppen, dan staat er weer een nieuw getal. Het leek mij oprecht niet zo heel ingewikkeld. Staand. Hendrik 1. Hebben we ook al. Hebben we al. Hebben we ook al. Is dubbel. Je moet afmaken waar je begonnen was. Fons. Ja? Gewoon eerst 1 kaart helemaal afmaken, dan pas door. Toen hoorde ik Fons op een gegeven moment met de tribune communiceren. Allerlei getallen die we al veel eerder hadden gezegd op de eerdere envelop. Dus hij deed helemaal niet die 2 enveloppen die bij elkaar hoorden tegelijk. Maar hij deed gewoon alle enveloppen achter elkaar. Dat is allemaal dubbel. Ja, hoe kan je alles dubbel hebben? Er werden dingen herhaald dat we dachten, we hebben het toch al neergezet. We hebben het al op deze plekken gezet. De verwarring begon. A12. Nee, die staat er zelfs 3 keer op. We zien het klooien. Kom op! Ze 1 hebben ook al. Kunnen we al iets zien? Nee, we kunnen niks zien. Nee, het is ook nog helemaal niks. Dit slaat nergens op. Dit is echt random. Ja, ik snap het. Oh. Van, snap je het? Ja, ik snap het. Moeten we wisselen? Op een gegeven moment lagen er zeiknatte briefjes op dat grasveld. Half verlopen, half gescheurd. Wij hadden natuurlijk ook al mee gerend in de regen. Dus het was sowieso een soort papier-maché geworden. Oké, C5, staand. Ja, die opdracht liep op alle manieren een beetje in de soep. Wacht, ik ga dus met een nieuwe beginnen. Maar dan halen we alles weg. Wij halen alles weg. Wacht. Oké, alles naar 1 kant, meiden. Is dat slim? Ja, tuurlijk. Laten we maar gewoon doen. Dan halen we er meer uit als dat we doorgaan. Nou ja, het was een beetje een soort buurman en buurman met z'n allen. Oké, daar gaan we. Hè? Ja. Yes. Gaan we weer helemaal opnieuw? Ja. Ik heb A weggehaald, hè, meiden? Nee. Kom maar, wuiven. Hoeveel moeten we gerend worden? De laatste nu. Oké. 2 hier, 2 daar. Dit gaat niet helemaal lekker, hè? Hold, we staan op L. Wacht even. Guys, dit is echt een mes, jongen. Rosario, kan jij mij nu komen helpen? Geld, hier. Ja, we gaan het helpen. Fons, we moeten bouwen, dan kun je het zien. Wat doe je allemaal? Dit zijn gewoon meerdere cijfers. Oh lord, ik kan niet. Wat is dit? Weten we de volgorde? Dit is de eerste. Maar waarom wordt dit ineens een soort groepsgesprek? Nee, maar je moet een liggende en een staande samen hebben. Dus volgens mij moet het zo. Op het moment dat ik terug was gekomen bij Fons, probeerde ik voor mijn gevoel nog te redden wat er te redden viel door te kijken. Welke kaarten van de liggende borden horen nog bij een staand bord? Kunnen we daar nog een getal van maken? Dat heb ik toen super gehaast geprobeerd te doen. Hoi, wij willen wat doen! Fons, als we bouwen, zie je wat er gebeurt. Met deze. Oké. Liggend A2, A8, A12. That's what we've done the whole time. Ik merk dat ik, Jip en Rian alle 3 een beetje gefrustreerd raken met de lack of communication. De niet terugcommuniceren, niet luisteren of het niet helder en duidelijk wachten totdat wij klaar zijn. En dan komt er nu een ronde staande bij. Wachten! Nu! Maar de minuten lopen ook. F8, F12. Wil jij die? Oké, Anna, rustig! De laatste liggend. Rustig! Leo 2, Leo 8, Leo 12. Oké, gaan ze even klaar? Wordt die eerste een 2, jongens? Wordt die eerste een 2? L5, L8, L12.
12 liggend. Jongens, hier mis ik punten. Ik mis hier punten. Dus ja, maar gewoon doortellen, gewoon doortellen. Probeer het door te tellen. Anna, rustig! Uiteindelijk was het gewoon één grote bende op het veld. Dus wij hebben heel veel platen neergezet. Maar wij zien niet wat het doet. Oké, staat. Hendrik 2. Kees, we hebben geen borden. Ja, de tijd tikte weg. Maar ja, dan zie je al, jongens. Nou ja, misschien is dat een getal. Lekker, Justin. Oké, go, 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 go. En ik kreeg de eer. Dus ja, daar sta je dan. Bovenop een Olympisch stadion. Alleen. Het kleine jongetje uit Volendam. Oh, spannend. Alright. Normaal is het begin, maar nu voor ons is het het einde van de opdracht. En daar gaat hij dan. Staan ze op een rij. Wat een mooie, heroïsch moment was dat net, Justin, toen jij het vuur aanstak. Thanks. Ik weet niet precies of het nou jullie prestatie rechtvaardig. Helaas, €0 in de pot. Jullie hebben je best gedaan, zeg ik maar eventjes, zo op het oog. Maar er is wel iets misgegaan. Ja. Aan jullie om dat uit te zoeken. Succes. Doei. Rick is nog niet weg, of... De bom barst. Het ging mis nadat de commentator Anna werd overgenomen door Kees. Want toen was het niet meer duidelijk welke cijfers en welke letters naar jullie gecommuniceerd werden. Ik ben begonnen. Ja, okay, wacht, één voor één. Anna. Ik ben begonnen. Ik wilde, jij wist van het systeem ik af. Ik begreep volgens mij het systeem wel, want je moest in één ronde moest je één partij liggend en één partij staand combineren en dat werd dan een getal. En ik had het eerste liggende gedaan, toen kwam Kees erin, die zou de staande doen. Dat zou een getal moeten worden. Alleen, toen kwam jij er volgens mij bij. Toen ging jij voor doorlezen en toen was niet meer duidelijk bij welke ronde, welk kaartje hoorde. Iedereen blijft heel vaag. Anna wijst een beetje naar Fons. Fons wijst een beetje naar Anna. Kees zegt dat Anna geen informatie heeft doorgegeven, dus die snapte het niet. Anna vindt dat iedereen het maar zelf had moeten begrijpen, want het was heel simpel. Maar jongens, jullie konden vanaf hier toch precies zien welk cijfer en welk nummer er... Ja, maar dat waren dus dan de eerste twee commentatoren die dat zagen, want wij waren aan het rennen. Zij zagen welke cijfers en letters ze aan jullie hadden doorgegeven. Als jij dan een kaart pakt met dubbele cijfers en jij kijkt en jij ziet dat er al staat en je gilt dan volgens hetzelfde... Er was niks te zien. Er was niks te zien. I love you, maar jouw ADD is so too much en jij gilt gewoon echt zo F-A, sorry, ja, ik dacht bij de tijd te komen. We hadden alles van één. En toen, want ik ben met stem zo ver, schreeuw, en toen hadden wij nog 2 minuten. We komen aan in een fancy restaurant. Ja, een mooie plek binnen. Heel donker ingericht. Heel veel kaarsen, lange kaarsen. Gezellige ronde tafeltjes. Knusse banken naast elkaar. Dat was eigenlijk het eerste moment in de afgelopen paar dagen dat iedereen zoiets had van laten we gewoon even 1 uurtje niet op de mall zitten. Maar op een van die mooie ronde tafels staat een mooie rechthoekige envelop. Met daarop de mall. Lekker luid. Morgenochtend staat er een busje klaar voor het hotel. Kies 5 waaghalsen die hiermee vertrekken. Voor degenen die dat niet zien zitten, ik zeg niet wat we gaan doen, maar neem je zwemkleding mee. Jullie zie ik morgen. Tot dan. Groet Rick. Oh my god. Ja, zwem. Waaghals. Ik kom met Anna, Fons, Justin, Soort en ik. In 10 waaghals. Ik ga morgen lekker zwemmen. Of in ieder geval in badpark met Kees, Jeroen en Tooske. Wat gaan we doen? Ik heb geen idee. Voordat we als een malle aan iets beginnen, misschien met elkaar nog een keer moeten doornemen wat er precies van ons verwacht wordt. Ja. Zodat we zeker weten dat iedereen begrijpt wat we eigenlijk moeten doen. Ja.
We hebben elkaar ook diep in de ogen aangekeken. Dit moeten we bij de volgende opdracht echt anders gaan doen. Het belangrijkste is dat wij niet moeten wisselen tijdens de opdracht. Dus als je één functie hebt, dan moet je daar ook bij blijven. Want bij een wisseling krijg je verwarring. Ik zat in het groepje waaghalzen en wij wisten allemaal niet wat dat betekende. We hadden natuurlijk wel allerlei ideeën en fantasieën en hopen. Want ja, het is wie is de mol, dus je gaat waarschijnlijk iets spannends doen. De enige clue die we hadden gekregen was, trek stevige schoenen aan. Nou, kom maar dan. Gezellig. Hey. Maar goed, toen we in het busje stapten, wisten we echt niet waar we heen gingen. En de busreis duurde wel geteld 2,5 uur. Ik vind het dus eigenlijk best wel knap hoe ze al die dingen bouwen op een berg. Ja. Ja. Toch door de jaren heen en zo je dat toch allemaal voor elkaar krijgt en dat het blijft staan. Ja. We gaan echt verder de stad uit. Ik wist het. Omdat je de mol bent. Ga even chillen. Omdat ik de mol ben, dan ben ik gewoon keer nadenken, Jip. Nee. Nee, is instinct. Van daaruit reden we een berg op waar het echt, nou, knalgroen was. Prachtig. Wij komen aan met het busje en stappen uit en wij zien een berg. Een hele hoge berg. We zien wat kabels hangen hier en daar. Ik denk, god, gaan wij springen? Gaan we abseilen? Wat gaan wij doen? Oh my god, jongens, het is fucking hoog. Wij gaan deze berg beklimmen. Ons klimsetje lag al klaar met 5 verschillende helmen met allemaal een andere kleur. En die 5 kleuren stonden voor bepaalde thema's die we te horen zouden krijgen in een podcast. Er was een helm voor geschiedenis, voor natuur en wetenschap, sport, een helm voor kunst en literatuur. En de witte helm was de belangrijkste helm. Want als jij vragen kreeg over jouw thema en je wist hem niet, dan kreeg degene met de witte helmen. En die moest hem goed beantwoorden. En lukte dat niet, dan zou dat dus geld kosten. Dus dat was wel een belangrijke helm. Nou ja, de witte is dus alles. Wat doen we met wit? Is er iemand die al heel erg geelt op wit ook nu? Ik denk dat jullie allemaal goed kan onthouden. Ik vond Jip vrij gretig. Ze wilde per se die witte helm. Nou, vertrouwen we die vrouw? Gedeeltelijk, maar ik wil er wel deze kant moeilijk geven. Pak jij de witte? En ik dacht ook zelf, misschien moeten we het ook maar eens even testen of ze het goed gaat doen. Oké, top. Ik pakte de blauwe helm en dat stond voor sport en vrije tijd. Wat is dit? Oh mijn god. Ja, dat is wel... We hadden zulke andere dingen. Oh jongens. Buen dias. Je komt op een dakterras, midden in een prachtige stad. Heel mooi decor. Een zwembadje. Er liggen wat spelletjes. Het zal wel. Hier liggen aanwijzingen. Hier moeten we wat mee. Kandidaten, voilà. Ga lekker zitten. Ah. Oh. Gezellig. Rick, die zegt, ga maar lekker zitten. En die loopt weg. Dat kan niet niks betekenen. Leuk is het hier, hè? Ja, zelf. Dus, ik zie spelletjes liggen. Dit is casino iets, dit is zo, hoe noem je dat? Domino. Ik vind het heel mysterieus. Ja? Okay, maar we moeten nieuwe dingen gaan doen, hè? Ons verkleden en dan het water springen. En dan is de opdracht dat we het nu gaan raden in een kwartier? Of, Nou, je gaat ook zitten. Je weet niet waar je moet kijken. Van wat gaat er gebeuren, wat wordt er verwacht? Oh, hier ligt wat! Jeetje, jongens, wow. De tijd loopt al! Wow, dat is niet. We zijn echt een bejaardenclubje. Oh. Er lag ook een tablet met een klok die afliep. Zo lang mochten we erover doen. Maar waarover? Waar mochten we zo lang over doen? Muchachos, Thomas van Duin hier. Leuk dat jullie luisteren naar deze speciale aflevering over het land Mexico. Thomas van Duin, Aniek Boer, Daniel Verlaan en Ellie Lust, die op de meest random momenten weetjes over Mexico gingen vertellen.
Kijk Thomas, over drama gesproken. Wist jij dat de getalenteerde Mexicaanse filmregisseur Guillermo del Toro een Oscar heeft gewonnen? Can you help me? Buenos Aires, daarmee? Ik ben echt geen ervaren klimmer. Ik krijg echt heel erg heet. En hele klamme handjes. Anna, je kan het. Anna, kom op. Je hoeft het niet te doen, Anna. Nee, ik wil door. De twist mol. Je hebt aan dit spel meegedaan omdat je vette dingen wilde doen die je eigenlijk niet durfde. Dus je doet het maar. Holy shit, jongens. Ik ben blij dat ik schoon onderbroek mee heb genomen. Is het wat te laat? Liefie. En daar hang je dan. Stukje voor stukje, langzaam maar zeker. Met al dat getetter in je oor. En maakt het zelfs gebruik. Lekker bezig! Als valuta. Je moest de volledige podcast luisteren en goed details onthouden die misschien wel heel belangrijk zijn voor de test bovenaan deze rots. Je moet ook blijven luisteren, hè? Ja. Wat zijn de onderwerpen tot nu toe? Maya. Misschien moeten we soms even feiten tegen elkaar zeggen. En toen dacht ik, het is misschien best wel goed als we gewoon informatie soms, cruciale informatie waarover waarschijnlijk de vragen zullen gaan, als we die gaan herhalen. Patience is a virtue. Entrepreneurs who want to get dirty shouldn't have to wait long. Okay. Order at the bar, please. We moeten Order dingen at the bar, at the bar. The we gaan naar de bar. Zullen we naar de bar gaan? Ja. We moeten iets bestellen. Dat die onder water Mexico, 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 Mexico. Heel gezellig zo'n nummer, maar waar is mijn informatie? Waarom komt dit tussendoor? Wat is hier aan de hand? Hey, denken jullie dat we ook iets over dat liedje moeten weten? Nee, hoeft niks over te weten. Oké. Okay. Maar wie zingt het ook alweer, Anna? Zangeres van de naam. Mexico, Mexico. Buenos días, hola. Uno cada per persona. Sí. Creo. Sí. Gracias, bueno. Iedereen één zo'n ding. Ja. Van alles één, denk ik. Ja. Laten we nou niet hals over kop die spelletjes gaan doen voordat we weten. Maar wachten op het drankje, dan gaan we een plan maken. Ja. Maar staat er verder iets op die iPad? Kaart moet je meenemen. Ja, wat moet je daar nou van? We begrepen het niet. We snapten er helemaal niks van. Patience is a virtue. We hebben het besteld. Ja. Misschien moeten we even wachten tot het komt. Het wordt duidelijk wat als het komt. Wordt wel duidelijk wat we daarmee moeten. Laten we in godesnaam niet zomaar... The Tree of Life comes. Oh, wow. Ja. Ik vind het wel een ongeorganiseerde podcast. Ik denk dat dat de bedoeling is. Ik vind dit raar. Ik ga een beetje rondkijken. De water weer. Ben naar Mexico gekomen. Ben naar Mexico gekomen. Hoe kan het nou? Hoe kan het nou dat ik weer dat liedje hoor? Ik wil gewoon de informatie krijgen van die podcast. Maar op een of andere manier werd het toch nog steeds onderbroken. Mexico. We begrepen echt niet waarom dat nummer de hele tijd tussendoor kwam. Er was gewoon geen logica in te vinden. Denken jullie dat Rick wel van die berg staat? Ik hoop het wel. Tenminste een cadeautje. Niet weer die Mexico. Deze vond ik leuk. Zullen we gewoon beginnen? Nee, we gaan zeker niet zomaar beginnen. Maar de grap is dat je toch ongeduldig wordt. Dus zoeken. Waar zit de clue? Wat wordt er verwacht van ons? Maar jongens, we weten echt helemaal niks. Voordat we nu iets gaan doen en dan moeten we weer overnieuw beginnen. Opnieuw. Dus stel je voor zitten? Ik stel voor zitten. Ik Let's wait for the drink. We gaan zitten. Die Mexicaanse geest en vastberadenheid. Is dit Ellie? Te lachen. Het is zo kut om naar die stemmen te luisteren. Fris. Het is best fris. Ja, hè? Het is zo'n rommelige podcast. Ja. Jongens, we blijven wel luisteren, hè? Alsjeblieft. Ja, we luisteren zeker. Kan jij wat volgen van die podcast? Ja, Maya's en zo. Ja, Maya's, ja. En afsteken en op make... Ja, dat was het? Ja, precies. Mijn thema was dus kunst en literatuur. Ik heb nog niks gehoord wat te maken heeft met boeken of met kunst. Dus ja, ik hield mijn oren gewoon gespitst op alle informatie. Ja, blijkbaar is de valuta geweest vroeger chocola. Salsa is het Spaans woord voor saus. Wisten jullie dat? Ja. Hoe zwaar is een omekenpop? 4 ton. Goed zo. Wat zegt hij over die vissensterrenbeeld? Mol. Holy shit. Af en toe moet je wel achterom kijken, hoor. Oh, dat is wel vet, hè? Ja, het is echt vet. Kijk eens voor. Ah, hola. Hola, señora. ¿Qué tal? Hola. Palm reading. Ah, nice. En toen kwam er een dame en die zei, ik ben een waarzegster. Mag ik je hand lezen? 1 voor 1. Dus wij dachten, nou gaan we los. Nu gaat er iets gebeuren.
Eres muy emocional, te gusta la vida mucho. Sé más atenta contigo, más dulce contigo. Het raakte me enorm, want ze zei, je bent heel lief, jij zal niemand iets aandoen. Maar je moet beter voor jezelf zorgen. Gracias. Oh, de nada, a ti. Nou ja, ik heb daar gezeten, maar er was helemaal geen opdracht. Dat is uitgehouwen uit vulkanisch gesteten. Maar dit is het eerste mysterie, want hoe hebben de Olmeken... Holy takken, holy takken. Holy takken. Wat een nu hebben. We voelden ons de echte waaghalzen. We waren trots. Ik ben beneden kijken. En ik vond het gewoon zo ontzettend vet dat wij als groep elkaar gingen ondersteunen, gingen toejuichen. Het uitzicht was echt... Ja, het was gewoon zo mooi. Guys, we gaan nog zoveel hoger. Hè? We gaan helemaal naar boven. Oh my god. Oh my god. Bijna zonde dat ik naar die podcast luister, omdat het zo vet is wat ze doen. Ja, maar echt. Echt zo. Tocas instrumento? No, no. Wat gebeurde er nou precies? Nee, ze ging gewoon echt mijn hand lezen. You also like sugar. Do you like sugar? No, I don't. No. Ik krijg een lang leven. Ik ben heel optimistisch. You can get angry easily. I don't. En er was niet één opdracht uit te filteren. Nee, je begon te huilen en toen liep je weg. Nee. Ze zei niet... Ze vroeg nog wel, heb je nog vragen? En ik wist niet wat ik moest vragen. Nou, wat moet ik doen? Wat komen we hier doen? Oh, fuck. Ja. Lijkt me... Nou ja, dus dat ligt dan bij jullie. Oké. Op zich. Oh mijn god, oh jongens, ik zie daarboven een touw. Dat is super hier dit touw, hè? Ik zie een slinger. Toen kwamen we op een plateautje terecht. Met z'n allen op hetzelfde stukje hout, een paar honderd meter hoog. Genieten van het uitzicht, want het is prachtig wat je doet. Ja, het is prachtig, hè? Ja. Is dat te gek? Oh, oh my god. Nee. Are we doing that? Are we doing that? Uit het niets zien we, uit onze ooghoek zien we een van die gasten die ons begeleidt, die slinger nemen. Maar hij springt gewoon van de berg en hij gaat zo met de slinger naar de overkant. Oh, moeten we daar nog door? Maar kijk, hebben we ook lachen ook. Oh my god. Nee. En wij dachten, nee, dit moeten wij ook doen. En ik ging echt fysiek even door mijn knieën van de zenuwen. Oké, okay, ik ga het doen. We hebben het. We gaan het allemaal doen. Oh, zweet uit je ziet. Sor moet eerst. Sor, you can do this. Waarom moet ik nou eerst? Ik had echt geen zin om aan een touw te hangen. Ik had echt geen zin om te slingeren. Feeling enthousiastic. De weg ernaartoe was mentaal kapot maken. En ik was als eerste. Oké. Ja? Ja? Oké! Een hartje. Het is best leuk! Geen idee wat ik heb gedaan, maar ik had het echt laten zien op die schommel. Ja, echt hoogtepuntje van het hoogtepunt. Ja. In Mexico-stad. Let op, guys, let op. Helemaal nat. Do I swing or jump? Just jump. Oh my lord. You can achieve it. Je ziet onder je, ik denk een gat van 300 meter of zo. Vrij steile klif. Oké, okay, Missy. Je kan het. Here I go. 3, 2, 1. Oh my god. Hier. Ik zeg mat. Hoppakee, vierde berij. Ja, klaar. Openmaken. Van armoede zijn we toen maar ook aan die spelletjes gaan zitten. Yes, daar, jij bent wat een spel. Heel goed. Nee, dan kun je de onderkant opengooien. Oh. Dat hadden we meer domino. Wat een raar spel eigenlijk. Heel raar spel. Oké, kleding uit, in het water, met een bad eens spelen. Oh. Badminton. We waren zo'n holgeslagen campingteam. Geen idee wat het heeft opgeleverd. Wilson, what must I do? I want to get dirty. Yeah. I want to get dirty. Now. Now. Gustaría un manicure? Real manicure, sí. Sí, un masaje. Oké, ja. Ja. Ga jij maar, massage. Nou ja, Toos heeft last van de nek. Ik heb last van mijn voet. En ik dacht, als we daar nou weer mee meegaan, dan komt er weer een nieuwe opdracht. Allora. Zie je iets? Ik begrijp er niks van. Ik ook niet. Ik neem die kamer goed in je op, denk ik dan.
kan het, Justin. Ik ga het gewoon doen, Maarten. Ja. Ja. Ik denk, ik moet loslaten. Ik moet gewoon gaan. In deze interessante piramide was het centrum van... Oh, my god. Oh, my god. Oké, okay, heb jij nog die schone onderbroek mee, Bond? Doe ik dit echt? Maar ja, ik heb het gehaald, ik ben er. Terwijl... What the fuck? Lekker bloed! Oh, jezus. Dit is zo leuk. Ja? Ja. Oké. Okay. Oh my god! Ik mag liggen. En sleep. Dat is altijd goed. Oké, hier heb ik denk dat we toch iets moeten doen, hoor. Net al de feest. Je doet het, Anna. I'm doing it, baby. Heel goed, je bent er bijna. Ja, halfway there. Guys, je kan het top zien. Oh, we kunnen de top zien. Oh, oh mijn god. Wat? Binnen. Ik had de grond echt kunnen kussen. En ik ben best hygiënisch. Dus dat zegt wel wat. Goed denk ik. Maar we moeten een beetje er een eindje aan gaan draaien. We hebben heel veel onderwerpen besproken. Ja, ik, Thomas, ik vraag me alleen wel af of al die onderwerpen ook echt zijn blijven hangen. Of dat alleen mijn onderwerp is blijven hangen. Fuck you, wat kunnen we doen? Niks. We kunnen niks doen. Er stond een laptop klaar. Iedereen kreeg 4 vragen over zijn of haar thema. Nou, die van mij was dus sport en vrije tijd. De eerste wist ik niet helemaal zeker. Ik heb uiteindelijk wel een antwoord gegeven, want ik wilde hem niet doorpassen naar Jip. Welk jaartal de Olympische Spelen in Mexico werd gehouden? Nou, die wist ik. Hoe hoog ligt het Olympisch Stadion? Wist ik ook. Ik was als tweede en ik had het thema geschiedenis waar ik nogmaals niet al te zelfverzekerd over ben. Plus die podcast was echt heel chaotisch. Maar de vragen vielen mij echt alles mee. Wat werd gebruikt als geld? En dat was chocola. Dat vergeet je niet zo snel. Wie was de Spanjaard die Mexico binnenkwam? Dat was Hernán Cortés. En hoeveel inwoners wonen er op het hoogtepunt in de grote stad, waar ik de naam nu niet van uit kan spreken? En dat waren er 200.000. Kijk, als je mij een getal moet laten onthouden, dan komt het goed. De eerste vraag, die is voor Jip. Dus die heb ik gepast. Ik had oprecht geen één idee. Nee. Oh, die vissenfilm. Oh, shape of order. De vierde vraag ging over één Oscar en ja, die wist ik in één keer. Natuur en wetenschap. Wat hebben de Maya's uitgevonden voor cijfer? Dat weet ik. Dat is de nul. Maar mijn andere vragen vond ik toch wel heel lastig. God, hoe heet die berg? Hoe heet die vulkaan? Hoe schrijf je dat? Het liedje van Annie M.G. Smit, maar ja, daar ben ik niet mee opgegroeid. Dat ken ik dan weer niet. Dus ik denk, gok het er maar op dat Jip dan toch als illustrator en hè, misschien wel rijmpjes en gedichtjes, misschien wel weet hoe ze daarmee om moet gaan en moet schrijven. Ik kreeg 3 vragen. Vragen waarop de ander het antwoord niet wist. Een goed antwoord leverde €250 op. Maar als ik een vraag fout zou beantwoorden, dan leverde dat min geld op. Min €250. Eentje was van een soort gravity groep. Nou, dat wist ik toevallig ook. Die andere wist ik gewoon niet. Dus dat is niet gelukt. Dus ik weet zeker dat €250 van mij uit de pot is. Maar ik heb zeker €500 binnengehaald. Oh mijn god, ook. Kandidaten, ik hoop dat jullie lekker ontspannen hebben. Jullie mogen lekker terug naar je hotel, waar jullie later herenigd zullen worden met jullie medekandidaten. En dan zie ik jullie daar. Fijne middag nog. Ja, dank je.
Dit was gewoon. Wij moesten chillen, zij moesten gekke dingen doen. Het was het oude lullenclubje bezighouden. Ja. Dagbesteding. Het was dagbesteding. Die bijna 2 uur hadden niks opgeleverd. Hadden geen enkel inzicht gebracht. Maar we did not get dirty, they got dirty. Maar hoe? Dat gaan we zo meteen horen. En ik was best wel, ik moet er nou om lachen, maar ik was best wel gefrustreerd. Dat is het. We hadden gewoon heerlijk moeten relaxen, lekker moeten zwemmen. Ja, dat hadden we kunnen doen. Wisten wij veel. Nee, ik ben helemaal niet ontspannen. Oh, ik had er graag een massage willen af laten maken. Ja. Next time. Proost, jongens. Ja, hey, cheers. Op de heerlijke dag. Wij hebben wel een unieke ervaring. Zeker. Once in a lifetime. Ik ben heel benieuwd wat wij hebben meegemaakt. Hebben we echt een hele steile wand beklommen. Heel stijl. 2 uur lang. Ja. Dat was het. Nee. En terwijl we hebben een vreselijke podcast moeten beluisteren. Ja. En die werd constant herhaald. Ja. En dan moesten we aan het einde daarvan allemaal apart van elkaar vragen beantwoorden over die podcast. Ja. Over die podcast. Ja. Wat je gehoord had. Ja. Okay. Ja. Terwijl we dus aan een berg hangen. Eén ding wil ik even weten. Wij hebben namelijk iets vergelijkbaars gedaan. Willen jullie van ons het lange verhaal of het korte verhaal? Maar kort. Korte verhaal. Lang. Okay. Dat was het antwoord op de vraag. Wat hebben jullie gedaan? Helemaal niks. Oké, dit was heel kort. No, zal ik misschien wat duidelijkheid brengen? Ja! Rick, hallo! Het is een ghost. Nou, zoals jullie een beetje hebben gehoord, de ene groep heeft vandaag een spectaculaire rotswand getrotseerd. Oh, echt knap, hoor. Terwijl ze naar een informatieve podcast over Mexico luisterden. En de anderen hebben heerlijk geluilakt op een luxe dakterras. Wauw. Geluilakt. De luilakken hadden 1 opdracht. Ga lekker zitten. Oh. Maar helaas konden ze de verleiding niet weerstaan. Stonden ze om de havenklap op. Terwijl door te blijven zitten... hadden zij hun podcast kunnen blijven beluisteren. Steeds als jullie opstonden, was hun podcast niet meer te horen. Daardoor misten zij cruciale informatie om geld te verdienen voor de pot. Maar goed, het is de waaghalzen wel gelukt om geld te verdienen. Het had €4.000 kunnen zijn. Het is geworden 1250. Dat is heel raar. Ik heb 4 vragen goed beantwoord. Ik 3. Ja, dat weet ik. Ik kom er zo op. Voor jou? Dankjewel. Alsjeblieft. Een informatieve avond, zal ik dan maar zeggen. Ja. En tot later. Later. Doei. Oké. Rick vertelde dat er €1250 in de pot was gekomen. En nou ja, met de berekeningen die ik heb gedaan, klopt dat niet helemaal met hoe onze testuitslagen zouden zijn gegaan. Dus Anna zei dat ze 4 goed had. Fons zei dat hij er 3 goed had. Justin heeft er 2 aan mij doorgespeeld en zei dat hij die andere 2 goed had. Soor zei dat hij er 3 goed had. Dus daar is wel iets gebeurd. Was het zeg maar gevaarlijk of was het gewoon wel oké? Nee, het is gevaarlijk. Het geld tellen als penningmeester. Als penningmeester is het altijd belangrijk om te zorgen dat alles op orde is. Dus ook wordt het geld even geteld. 1000, 2000, 500, oké. 3000, 4000, 5000. Dit voelt wel heel goed hoor, om geld te hebben. Dat is 5,5. 6. 6000. 500, 600, 700, 800, 907. Ja. 1, 2, 3, 4. 5. Dat kan niet. Nee, dat kan niet.
Oké, wacht, opnieuw. Oké, ik krijg nu stress. Waar is mijn tas? Maar je hebt nu te veel geld, toch? Nee, ik heb nu te weinig geld. Want we hebben 6.500 de eerste dag gehaald en we hebben 12.50 de tweede dag gehaald. Dus we missen 2.50. Wacht even. Even mijn andere boekje ook. Ik krijg helemaal stress. Ik sta helemaal te shaken nu al. Wij komen erachter dat er €250 is verdwenen uit de pot. 1, 2, 3, 4, 5. Dus je mist er twee. Dat zijn er twee. Dus er is geld verdwenen. Dus je mist 250. Ja, dat is apart. Want het geld is altijd bij mij geweest. Wie heeft hier lopen mollen? Is hier gestolen? Nou, dan moeten we nu de groep gaan vragen. Want dan is er iemand heel raar aan het mollen of iemand is heel gek aan het doen. En jij bent altijd bij mij geweest. Ja, en jij bij mij. Even voordat iedereen zijn bij Tooske. Nee, maar eerlijk, dit is niet oké. We gaan even die groep bij elkaar trekken, want dit is niet oké. Of is het eigenlijk een heel ander verhaal? Heeft iemand ook een mollen daar? Dat kan niet anders. Het is 100% gebeurd. Waar zit iedereen? Jullie moeten naar huis en ik moet blijven. En ik ben hier om de mol te ontmaskeren. Dus ik heb even stiekem wat geld weggehaald. Want ja, de penningmeester kan natuurlijk ook gewoon liegen. Is het serieus? Nou, ja. Money. Wat? Money. Gejat. Geld is gejat? Ja. Pak maar even een stoeltje bij. Ik dacht in ieder geval, laat ik gewoon voordat we weer verder gaan, misschien het hotel gaan verlaten, de pot even gaan checken. Er is €250 verdwenen uit de pot. €250? Dat is ook een heel zielig bedrag. Ja, gewoon dan niet. Maar het is verdwenen. Doe het dan goed. Oké, okay, ja. wanneer is dat geld voor het laatst gezien? Het laatste geld, nou, in ieder geval bij mij, weet ik dat wij hier zijn teruggekomen vanaf de proef, vanaf de opdracht. We hebben extra geld gekregen. En ik weet wel dat er die avond ook een rondje met de biljetten gedaan is. Dus als jij op dat moment denkt, misschien ja, ik ga nu toch mollen en ik neem een deeltje daarvan mee. Ja. Dan kun je natuurlijk wel een beetje zo, beetje bij beetje wel stelen. Ja. Maar Justin, als dit tijdens het eten is gebeurd, dan neem je toch lekker een 500 even stiekem. Maar dat valt misschien meer op. Ja, dat valt misschien meer op. Ja. En iedereen vindt het raar dat het maar zo'n laag bedrag is. Maar ja, er was die avond ook niet zo heel veel geld verdiend, hè? Dus was ook niet zoveel te stelen. Maar net voor de test hangt er behoorlijk wat verwarring in de lucht. De vraag is, willen we jou als penningmeester behouden? Ja. Of willen we iemand anders tot penningmeester bombarderen? Dan wordt het weer verwarrend. Het wordt verwarrend als je het nu gaat. Daar ben ik ook voor. Ja. Oké, we geven je een tweede kans. Ja. Zijn er nog vijf? En als het dan misgaat? Wat voor mij helemaal niet slecht uitkomt, is dat dit gebeurt 10 minuten voor de test. Dat een aantal mensen denkt, die Justin vertrouwen misschien nog wel, maar die vrouw die met hem op die kamer slaapt. Misschien moeten we daar eens wat meer vragen op invullen. Doe maar, jongens. Het is tijd voor de test. 20 vragen over de identiteit en het gedrag van de mol. Voor degene met de meeste fouten is het spel voorbij. De mol hoeft nooit naar huis. Deze test wordt spreiden, want de groep is groot. Maar mijn verdenkingen blijven toch sterk. Anna, Jip, Tooske, zeker ook wel Fons. De heren, super aardige gasten, maar die vrouwen zijn veel slimmer. Want ik blijf de dames Tooske en Jip, maar ook Anna, verdacht vinden. Ik vind het wel een beetje spannend, ja. Maar na die vorige eliminatieronde heb ik geleerd dat iemand die het supergoed speelt en in mijn oog onwijs geschikt is als winnaar, er zelfs uit kan gaan. Ja, Kees van der Spek, ik weet het niet. Vandaag heeft hij echt de hele tijd de leiding genomen in dit klopt niet en waarom moeten we dit? Als we dit nou doen, dan gebeurt er waarschijnlijk dat. Luister nou even, daardoor heb ik ook eigenlijk mijn eigen gedachten helemaal niet kunnen horen. Ik moet eerlijk zeggen dat ik Rian hoog heb zitten. En dat is nog steeds het gevoel dat zij een actrice is en haar rol met verve speelt. Ben je nou echt Rian of ben je de mol?
Ik heb een soort van top 3 verdachten. Met misschien één nog outsider. Nou ja, daar moet ik het mee doen. Kan zijn dat ik er volkomen naast zit. Ja, dat kan. Maar gefeliciteerd dan. Ik zie Jip een beetje als een achter de schermen mol. Dat zou ik wel heel interessant vinden. En ik ga ook inzetten op Tooske. Ik ga mijn best doen om ook een beetje te verspreiden over de rest. Ik denk dat Justin best wel hoog op mijn lijstje staat. Ik vind het ook wel grappig dat de hele groep hem heel erg lijkt te vertrouwen. Terwijl ik alleen maar denk, maar er gebeuren allemaal hele rare dingen. Maar blijkbaar, ziet niemand dat. Mijn lijstje van verdachten is best wel lang op dit moment. Maar ik maak mezelf wijs dat dat misschien wel verstandig is. Want nu al specifiek kiezen zou kunnen gaan leiden op tunnelvisie. Ik kan niet nu al specifiek inzetten. Dat zou echt heel dom zijn. Tijdens de zoektocht naar een mol is vaak de eerste test en de eerste eliminatie indrukwekkend. De eliminatie omdat die spannender is dan de meeste kandidaten hadden verwacht. En tijdens de eerste test merk je pas eigenlijk hoeveel je moet weten over de mol en je medekandidaten. Niet alleen wie waar stond tijdens een opdracht, maar ook privéinformatie. Heeft diegene broers of zussen? Een hobby? Een favoriet gerecht of een drankje? Je moet elkaar heel goed leren kennen. Ik hoop dat jullie de afgelopen opdrachten wijzer zijn geworden. Ook wat dat betreft. Laten we kijken naar de testresultaten. Wie is de tweede afvaller? Tooske. Anna. Rosario. Jeroen. Ook door.
Jip. Je was ook zo grappig. Wat is dit, hè? Dat dacht ik gewoon. Zo, jullie in dat hadden verteld. Jezus, ik heb echt gewoon zo de rest. Ja. Ik zou vroeger flikken, net vandaag. Congratulations. Dat is verder echt shit. Nou, doei jongens. Doei. Dag liefje. Dag liefje. Dag liefje. Hoe gaat het je? Ja, wel oké. Okay. Ja, het is wat het is. Ik had er wel langer in willen blijven. Maar ja, het is een soort schieten met hagel, die test. En ik denk dat ik gewoon verkeerd gegokt heb. Dat kan natuurlijk ook, hè? Ja. Iedereen gaat zeggen dat hij hem niet heeft. Ja. Dus daar hebben we gewoon niks aan. Welke momenten heb je opgeslagen voor waar je denkt, nou ja... Nou, ik denk wel dat ik die berg... vond ik echt wel fantastisch. Oh ja, en in dat stadion... ben ook wel blij dat Kees van de Spek heb zien rennen met een zweetband om. Een soort groepsgesprek. Ja, ik vond het gewoon een hele leuke groep en ik vond het heel leuk om hierbij te zijn. Ja. Dan wil ik je bedanken. Ja, en, dankjewel. Fijn verblijf in Mexico Tourist. Dankjewel. Dankjewel. Doei, Rick. En tot ziens. Tot ziens. Werd La Bamba een wereldhit. Uiteindelijk komt Rick met zijn eerste vraag. Gaat het gewoon over het nummer. Ging helemaal niet over die mensen, die stonden er gewoon nog. Nu gaat het erover, willen we een derde liedje. Ja, ik wil derde. Luid klinkt verder. Kees, Duisburg of Luid? Jeroen Heijman. Portofoongebruik is ook een dingetje. Daar zijn cursussen voor, die hadden wij niet gehad. Weet Rian wat een selfie is? Nou, als je jezelf zo erop zet. Alleen maar je neus. Maar is dat dan nog steeds een selfie?